Goedemorgen! Het is weer een nieuwe dag en een nieuwe week. Het is maandag. En ik heb echt heel veel zin in vandaag, want vanavond is de Miss Nederland finale. Ik weet echt niet waarom ik zo excited hiervoor ben of zo. Het is nu bijna 3 jaar geleden dat ik Miss Nederland was. Wat ik echt bizar raar vind van hoe ongelooflijk snel de tijd kan gaan. Maar ik blijf het altijd zo'n magisch moment vinden om te zien dat iemand anders, een jonge vrouw, de kans krijgt om net zo'n jaar te beleven als dat ik heb gehad. Dus ondanks dat het nu wat verder weg van me staat, word ik er gewoon heel blij van om dat te aanschouwen. Oh ja, hier hangt mijn jurk. Dit wordt hem. En ik heb even een hoop krabben in mijn slaap, denk ik. Hij is best wel sexy, deze jurk. Even kijken, je ziet het niet helemaal, maar hij schijnt dus een klein beetje door. Dus ik moet nog even zo een broekje eronder gaan halen. Een beetje zo'n hoog broekje, dacht ik. Zo, nee, ik weet niet hoe dat heet. Dus dat ga ik zo even doen. En ik ga door de wasstraat. Ik laat lekker mijn haar doen bij Ropetoom. Dus ik neem mijn matten mee. Ik ga even lekker lange lokken vanavond. En ik heb er gewoon zin in. Ik ben gewoon happy om weer lekker in Amsterdam te zijn. Ik dacht om gelijk nog terug te gaan naar Ibiza. Maar ik heb toch denk ik besloten om deze maand, dus van juli, nog sowieso hier te blijven. Dus dan kan ik gewoon lekker weer alles op een rijtje zetten hier in Nederland met werk. En ik moet een aantal gesprekken voeren. Ja, dan kan ik er gewoon voor zorgen dat ik hier alles weer helemaal op de rit heb. Maar ik moet even opschieten, dus ik neem jullie vandaag mee in mijn beauty routine voor de Miss Nederland finale. Waar ik echt vet veel zin in heb. Wat heb ik allemaal, jongen? Heel apart. En dan spreek ik jullie later. Wow, goed bezig, Jess. Klinkt echt lekker. En moet je horen wat ik dus... Dit vind ik zo irritant. Wauw. Even kijken of er iets wat er naar aan de hand is hier. Stop nou! Nee, jongens. Ik denk dat ik het gewoon maar even moet accepteren. Tadaas. Ik ben nog even aan het kijken wat ik nou precies met mijn haar ga doen. Want wat mij heel leuk leek, en wat ik dus laatst ook voor een shoot heb gedaan, is zo'n soort van wet look. Kijk, ik had hier dan zonder extensions. Zo strak naar achter met gel. Alleen dan zou ik het nu voor, omdat het toch een thema gala is, wel even iets netter. Maar op zich vind ik het dus wel, buis ligt heel vet. Om dan, laten we zeggen, zo strak naar achter zo te doen. En dan nog die mat erbij, dat ik echt van dat serum in de haar heb. Maar wat ik dus eigenlijk altijd doe, is op mijn, een van mijn verslavingen is echt Pinterest. Dus dan ga ik gewoon zoeken op iets van red carpet, hair ideas of whatever. En dan vind je dus van alles. Ik ben ook normaal niet echt iemand die heel gek doet met mijn haar of zo. En ook niet met mijn make-up. Maar ik vind het ook bij de jurk weer een beetje saai als je gewoon weer van dat prinsessenhaar doet. Dat vind ik ook weer niet leuk. Dus ik moet nog even een goede tussenweg vinden. Ja, ik kan hem even niet vinden. Maar of gewoon dat ik het een beetje stijl doe. Met een hele kleine slag. Een beetje zoals dit. Maar dan ook in die matten. Want anders zie je die heel erg zitten. En dat ik het gewoon zo achter mijn oren doe. Ja, ik weet het. Ziet er nu echt niet uit. Oh, wat grappig. Oh. Oké, nee, anyway. Dat is dus waar ik even over na zit te denken. En ik moet nu opschieten. Want ik moet naar de kapper. Ik moet nog dingen halen, dus ik ga snel douchen en me een beetje fatsoeneren, want, nou ja, op zich maakt het me eigenlijk niet zoveel uit. Ik ga de kapper en zij kwam met dit idee. Ik vind het wel heel erg leuk. En zoals je weet, durf ik nooit echt wat, dus ik vind het wel leuk om een keertje out of my comfort zone te gaan met mijn haar. Dus, ik was een halve facelift als je hem niet aanraakt. Trouwens, wisten jullie niet over mij? Ik ben vroeger een gothic geweest. Geloof het niet. En ik heb het idee dat ik vandaag gewoon die inner gothic weer channel. Ik weet niet wat ik had, maar wel gewoon een keer weer wat anders. Ik had echt zoiets van, zo leuk. Ik ben altijd knap met prinsessenhaar van die lokken. En hier bij Robette kunnen ze dat ook echt vet op maken. Het is zo saai. Dus ik dacht, ik ga gewoon, is heel anders. Gewoon
Waarom niet? Oké, jongens, dit is het geworden. En kijk, dit wil ik misschien toch nog een beetje vastzetten. Nu heb je valt hij er zo overheen. Ik weet niet of ik dat per se leuk vind. Ik zet deze denk ik nog even vast. Maar ik vind het wel cool. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is voor mij wel even wennen. Ik vind het wel leuk om een keertje even wat anders. En het is gewoon mijn eigen haar. Die matten heb ik gewoon er niet tegen gedaan. Ik ga nu mijn make-up beginnen. Ik heb nog een beetje dagcreme op. Lekker even af. Ik begin even met dagcreme. Andere dagcreme. Deze zorgt ervoor dat je niet gaat glimmen. Het is echt een nieuwe foundation. Toen ik op Ibiza Airport was en ik had 100 uur vertraging, heb ik deze aangeschaft. Hij is niet echt super dekkend, maar ik vind dat wel mooi als je nog een soort van gezicht overhoudt. Ik heb veel te veel weer gepakt. Wat ik dus heb geleerd tijdens mijn Miss Nederland tijd van een hele leuke visagist. Leon, dat je dus altijd je oren moet meenemen. Want anders heb je dus zo'n heel flawless gezicht, maar van die rode oortjes erbij. Dus dat ben ik niet vergeten. Oké, I'm ready! Dit is dus mijn jurk. Hij is van Elisabetta Frankie. Mijn rits moet nog dicht, maar ik ga eerst naar Jasmin toe. In de auto, dus ik kleed me later wel even ergens om. Maar ik ben toch wel heel blij dat ik een keer wat anders heb gedaan. Ik had nu wel weer dat mooie prinses haar kunnen hebben, maar dit is wel wat stoerder of zo. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik hoop jullie daar te zien, want ik hoorde al dat een paar van jullie aanwezig zullen zijn bij de finale. Dus leuk om jullie eindelijk te ontmoeten. Ik zit nu in de Uber en ik ben onderweg naar Jasmin en die staat te wachten ergens. Dus ik moet nog even vinden. En dan rij ik gezellig met haar mee. Ik heb mijn kleding in mijn tas zitten, dus ik moet me eigenlijk nog even omkleden. Maar ik heb wel een plekje. Oeh, sexy! We zijn onderweg. Ja, doe even sexy. Doe eens even sexy. Doe eens even een sexy blik. Dat heb ik niet. Dit is Jasmin, dit is mijn en ik heb mijn jurk hier half in de auto aangetrokken. Hij moet alleen nog wel dicht. Als ik de wacht op krijg en je vindt er deze helaas op de grond, dan is het meteen plakken. Nou, jullie weten dat ik een steken blind ben. Nee, ja. Ja, dan kun je lachen. Ja, staat hier leuk. Maar ik zie gewoon helemaal niks anders. Dus ik moet nu gewoon. Zeker. Een maand? Ik moest er zitten. Sorry, gasten. Echt ben ik knapper hoor. Ja, dat is niet echt verleden. Maar kijk, we zetten gewoon een brilletje op. Dan gaan we zo goed kijken naar die meiden. Ik word weer helemaal fanatiek, gewoon helemaal wild. Jezus in de passion, maar ik moet zeggen, als ik zelf weet, is er nog een heel groot applaus voor onze missen. Godverdomme. Zeg weer goed hoor. Het is echt een kronk hoor. Ik weet gewoon niet hoe ik me moet gedragen. Een heel groot applaus voor... Wie moet het worden? Doe nog even zo hard als u kan. Maruska! Maruska! Ik heb er lekker bij zitten. Niet zo'n show. Wat doen we voor jou? Mabok, de nieuwe Miss Nederland gaat gekozen worden. Miss Nederland 2018. Nee, 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 stop, 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 stop. Is... Gisteren, mijn camera was uitgevallen. Ik had mijn laderband meegenomen, maar ik had hem niet te weten. Ik had nog niet een plek gevonden waar ik het kon opladen. Maar echt een hele bijzondere avond weer. Het is zo leuk om te zien dat het echt zo'n kleine familie is van Miss Nederland. Waar iedereen weer samenkomt en je ziet iedereen weer. Maar ik heb niet zo heel lang geslapen. En vandaag moet ik echt werken. Dus er zijn echt een aantal dingen die ik even moet gaan doen. Dus ik zit hier helemaal met mijn laptopie. En eten. En allemaal bonnetjes. Moet even knallen.
En vanochtend heb ik gesport, maar mijn camera was dus op lader, dus ik heb jullie niet meegenomen. Ja, ik ben weer echt vet van aan het sporten. En ik had dus even opgezocht wat het slim is om te eten. Dus ik heb vanochtend een eitje gegeten met zalm. En nu crackers met pindakaas, want dat is mijn lievelings. Dus dat, ik ga nu even knallen. En Francis, die komt een paar nachtjes bij mij slapen, dus dat is echt heel gezellig. Ja, dat was het wel eigenlijk. Beetje saai dag. Maar ja, die horen er ook bij, jongens. Nou ja, wat ik ook wel leuk vind om met jullie te delen. Wat ik altijd op YouTube kijk en wat ik super inspirerend vind, is Teal Swan. Ik weet niet of jullie ooit van haar gehoord hebben, maar zij is eigenlijk een spiritual coach. Maar ze doet het heel layback, heel duidelijk voor iedereen te begrijpen. En ze is echt super motiverend om naar te kijken. Some people call the inner voice intuition. Because it is an inner knowing. An inner seeing, an inner believing. Not listening to the inner voice leads the body to try to communicate in other ways. Through things like stomach aches and headaches and illnesses and even disease. Nou ja, anyway, ik vind het dus echt heel inspirerend om naar te kijken. Ik zal eventjes een link hieronder doen naar haar YouTube kanaal. En als je een keer niks te doen hebt of je hebt het idee van, oh, ik heb wel zin om even in iets anders te verdiepen. Dan moet je dat kijken, het is echt heel tof. Cause I need days more than that. Zo, ik heb heel veel voor elkaar gekregen vandaag. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar die kleine dingen moet ik gewoon morgen afmaken. En ik ga nu naar Francis, want die komt lekker bij me slapen. Dus gewoon even snel wat eten bij Bar Moustache, om de hoek, waar ik eigenlijk aan iedere dag wat te vinden ben. Heel veel zin om haar te zien en heel veel zin in pizza. Kijk eens wie er eindelijk weer bij mij is. Yay! Ondertussen hebben we al pizza en vongelen en laten wijkjes op. Ze gaat nu even demonstreren over hoe deze heerlijke toetje werkt. Ik zeg er niks bij, oké? Nee. Kijken. Oké. Oh, als jullie niet wisten hoe het ruikt, is het zo lekker. Oh meid, het is een opkikkertje hoor. Je kan er weer tegenaan vanavond. Ik heb dus nog nooit Thomas Cook gelezen. Dat is zo erg. Dus ik heb er net gelijk twee besteld voor Francis mij. Dat is echt heel erg. Maar ik ken toch alle verhalen al. Dus wat heb ik aan het boek? Maar ja, ik ga hem toch maar gewoon lezen. En Thomas en ik gaan naar Birmingham. Ja! Ik ga niet mee. Ja, ga mee. Grens is gewoon ook mee naar Burning Man. Yeah. We zijn te laat. Echt niet leuk. Nee, is echt niet leuk. 10 minuten laat. Ik had altijd echt zin in een yogales. Ik bedoel, yoga is toch juist van super relaxed en go with the flow. En nu 1 minuut te laat, dus ik rot gewoon die deur dicht. Dag meiden. Ik ga Aisha bellen, want die is ook te laat. We zijn net z'n drieën gewoon te laat. Ze zijn maar echt benijd dat ik eitje eten. Ja, en het is gewoon 11:30, hè, jongens. Ik bedoel, het is niet zo dat we hier nu om 9:00 ochtends voor de deur staan. Het is gewoon 11:30. Echt gênant. Nou. Dan zetten we geen smoothie. Helemaal, nou, namaste, Gert. Namaste. Namaste. Look who joined the team. Ik ben over vandaag. Aisha was ook te laat. Dus we gingen met z'n drieën sporten. Maar we hebben het allebei, alle drie niet gered. Dus? En gaan we lekker eitjes eten. Lekker eitjes eten. Wat een heks. Dit is Sali. En daarmee kan je dus alles reinigen. Dus je kan ook Francis schoonmaken. Alsof je een doekje over een aanrecht doet. Alleen dan energetisch. Ik hou ervan als er heel veel in mijn huis is gebeurd, dat ik dan eigenlijk voor zorg dat alles weer schoon is. En het ruikt lekker. Zeg, wie zou dan denken, wat een heksen. Jessie heeft een nieuwe business. Ja, ik kan me inhuren voor al uw grote energetische schoonmaken. En dan heb ik niet een soort van Glorix bij me, maar Sali en heilig hout.